Yes, we hebben een kill. I feel paralyzed. Dames en heren, hartelijk welkom bij Hunger Games aflevering. Ik denk dat het 6 of 7 is, maar ik ben het helemaal vergeten. Wij zijn helaas alleen vandaag, maakt niet uit. Wij zitten helaas weer in Hamani. Wat een kut. Sorry. Ik wist niet, ik ben gewoon gejoined in een map en we zijn nu met 5. Ik zie dat, ja, dit is echt wel een schattige skin. Wij zijn natuurlijk ons beertje, natuurlijk ons Disney beertje. En het is wachten op meer mensen. We gaan eens wachten en ik zie jullie in game. En het duurde echt wel eventjes eer de map vol was. Het duurde echt wel even voor de map vol was. En hij is vol. Ik zie niet dat... Ja, nu is iedereen erbij. Ik zie iedereen van Assassin's Creed. Dat is een skin. En Hamani hebben we dus vorige aflevering ook gespeeld met Funs. En toen werden we langs achter gepakt in één keer. Dat is heel erg kut. Maar we gaan proberen te winnen deze keer. Ja. Stone Sword in the motherfucking building. Weg gaan nu onmiddellijk. Ik ga gewoon even weg. Ik ga richting die kant op. Ik weet het. Ik ga die proberen te... Heb ik die skill? Ga ik die maken? Ik kan die pakken, hè. Kan ik gewoon fucking hard over. Ik probeer hem te pakken. Ik wil een kill maken. Nee, kom op. Wat hem bijna. Ik kan hem ook pakken. Op je muil! Ik heb eindelijk een kill. Yes, we hebben een kill. Ik ben fucking blij. Ik heb een kill. Oké, nog iemand had de rest die weer. Oh, die heeft nog maar 4 hartjes. 5. Ik heb mijn speed is op. Kut! Komt iemand achter ons aan? Nee. Dat is positief. De nadeel is een chest. Met arrows. Die kan ik wel gebruiken. Ik zit nog met 8. Ik heb 1 kill. Daar is hij. Ik ga die schieten. Hierin, op je muil. Ik wil die toch pakken, hè. Ik wil een tweede kill hebben, ja. Ik ben niet meer zo slecht. Ik word beter. Hoe hard heeft het kind? Oh, kut. Ik kan hem pakken. Nee, kut. Ah, we lopen altijd vast, hè. Misschien nou altijd niet dood. Oh, wel. Oh, shit. Ah, dit is zo kut. We hadden hem bijna. En toen werden we zelf gekillt. Maar we hebben 1 kill gepakt. Oh, we waren binnen de deathmatch kunt. Maar dan hadden we sowieso voor. Jongens, tot een potje nummer 2. En we zijn gejoined. Ik was de eerste en dus die hebben ook al gespeeld deze map. Ja, toen heb ik ook een kill gemaakt. Want ja, toen heb ik een kill gemaakt. Maar hij is eigenlijk zeg maar gevallen. En toen was er ook nog een funs. En er zijn 2 man geliefd aan. De rest zie ik niemand die geliefd is. Aan de overkant ook niet. Oh jawel, daar aan de overkant wel. We zijn er met 22 players. Nightkid en let's do this. We hebben alle wapen, dus nu weg ermee. We zijn er weg. Oh jee. Oh shit, dat is niet de bedoeling. Doei. Ik ben Jelle. Doei. We moeten vluchten. Oh daar, de vluchtweg. We hebben hem gevonden. De vluchtweg. Nee, nee. We hebben heel netjes. Weglopen, weglopen. Lopen voor het snelste. Kom op. We moeten even healen. We krijgen ons item. Nice, dan krijg ik dat hier. En dat is mijn woedenswoord. En mijn... Oh ja, hier is mijn woedenswoord. We zijn aan het regenen. Komt goed. Oké, we kunnen hier een chest lopen. Hopelijk heb ik een helm. We gaan verder. Oeh, nog een chest break. Maar is dit sterker of is dit niet sterker? Even kijken. Oh, dit is een heel pak sterk. Heerlijk. Een boog. We zijn weer weg. We gaan de kerk eens even uit. Gebeden om te winnen. Hopelijk gaat hij daar harder binnen. Hier op je muil. 1 kill. Nog een chest. Iron boot. Ik heb alleen nog een broekje nodig. Oké, dit is heel voorzichtig te werk gaan hier. Die pakken, ja. Hier. Op je fucking kop. Voilà, we hebben full armor. Weet je fucking chill dat dit is, jongens. 2 kills in een potje. Holy shit. Oké, we gaan zoeken naar nog iemand die we eventueel kunnen ownen. Oké, we gaan verder. Ik zie niemand eigenlijk in de buurt. Dus dat is eigenlijk een beetje nadeel, maar ook voordeel. Aan de ene kant kunnen we niet gekilled worden. Maar aan de andere kant kunnen we geen kills maken. En eerst is positief, de tweede is een beetje negatief. Ja, 4 players. Volgens mij halen we deathmatch, jongens. Dit wordt zeer spannend in die deathmatch. Ik heb redelijk goede armor. Ik vind het echt raar, want met funs ging het ook goed. Maar nu, een iron hoedje. Onthoud het, jongens. Chain broek is sterker dan een golden. Onthoud het goed. Niet zo dat je daarmee gaan lopen. Onthoud het goed. Jullie hebben het gezien. Onthoud het. Zeer goed onthouden. We zijn hier graag binnen. Oh, kut. Nee. Ja, nee. Jongens, tot een laatste potje. En net zag ik toen we in de lobby waren dat ik 88 kills heb en 2 winst. En we zijn dus in Egypt gejoined en ik vind het een hele... Kijk dit, jongen. Kijk hoe mooi. Dit is gewoon heel erg mooi gemaakt. Ja, jongens, niks. Weg zijn we. Sommigen doen het al echt automatisch. Lopen gewoon onmiddellijk weg. Ik wil mijn zwaard krijgen. Laat dat minuutje even om zijn. Maar ik wil mijn zwaard. Kom op. Geef me mijn zwaard. Geef me mijn zwaard. Oh shit. Geef me mijn zwaard. Shit. Komen meer mensen. Langs alle kanten. Ja, ik heb eindelijk mijn zwaard. Oh fuck. Wegwezen. Wegwezen. Ik heb niks gedaan. Ik ben Jelle en ik kan nu weg. Doei. Hallo. Weg. Oh shit. Ik denk nog dat ik weet. Dit hebben we ook de blitzer toen in. Ik loop gewoon weg. Ik zoek een chest. Ik zag net in staan in dat huisje. Maar ik heb zin om naar binnen weer.
Ja jongens, what the fuck. 90 kills en 2 wins is het nu. En ja, hartelijk dank voor het meedoen en voor het kijken naar deze aflevering van Hunger Games. En ik zie jullie vrijdag bij een aflevering van No Limits 2. Later.